de man die raakte zodanig gewond bij de vechtpartij dat hij op dit moment in coma in het ziekenhuis ligt. Rond 11:30 ontstaat er voor Casa Rosso een opstootje tussen een groepje lichtgetinte mannen en drie mannen met een Oost-Europees uiterlijk. Als een derde groepje vrienden de twee vechtende groepen uit elkaar wil houden, gaat het mis. Een andere groep, de derde groep, de groep waar het slachtoffer bij hoort, die wilde tussen beiden komen. Alleen dat resulteerde erin dat de groep Oost-Europese mannen zich tegen hen keerde. Agenten moeten het slachtoffer, een 32-jarige man uit het Gelderse Voorthuizen, eerst reanimeren. Hij is vervolgens met hersenletsel overgebracht naar een ziekenhuis. Het slachtoffer ligt nog steeds in coma. Van de drie mannen is een signalement bekend. Ze hebben dus een Oost-Europees uiterlijk. En één van hen is opvallend klein. Hij is ongeveer 1,65 meter lang. Hij is rond de 30 jaar en heeft donker haar in een hanenkam. Dus dat valt wellicht op.